Wij zijn in de Witte Lelie in Antwerpen en we zijn hier eigenlijk voor de Gift Suite. Dat is een concept dat uit Hollywood komt, dat is dan naar Nederland overgegaan en het is de eerste keer dat het in België wordt georganiseerd. En eigenlijk is het een beetje Oprah Winfrey voor BV's in een concept gegooid. Het leuke eraan vind ik dat hun motto voor alles, ja, geven is het nieuwe nemen. Dus dat je wel heel veel dingen krijgt, allee, dat hoop ik toch straks, maar dat we in ruil ook wel iets mogen geven. Het mooiste is natuurlijk ook dat we cadeautjes moesten meenemen voor de kindjes in het UZA, die op afdeling kinderoncologie liggen. En ik denk, als we die gaan brengen binnenkort, dat dat evenveel voldoening gaat geven als de dag van vandaag, omdat je nu wel voelt van ja, je bent bekend en ik mag heel veel leuke dingen doen, maar je wilt ook iets teruggeven. Ik ben samen met Kevin en we hebben samen een PlayStation meegebracht en Guitar Hero. Ja, ik heb zo allemaal snoepiekjes mee. Zo. Ik heb 2 geluksbrengers meegebracht. We hebben 2 grote knuffelberen mee. Ja, ik vind het waanzinnig. We worden echt zo in de watten gelegd. Er is zoveel gave dingen om te zien en nieuwe gadgets en er is zoveel. Het is waanzinnig. Echt leuk. Het is wel heel speciaal gevoeld van als je toekomt dat echt zo overgoten is met een sausje van luxe. En het is toch wel fijn van in de watten gelegd te worden. Wij hebben meegedaan aan de Gift Suite omdat we op deze manier in contact kunnen komen met invloedrijke BV'ers in dit geval. En ja, dat blijft gewoon een hele slimme manier van marketing. En daar staan we heel erg achter. Ik wil graag wat meer mensen leren kennen hier en de filosofie van ons merk overbrengen. Ik vind dat wel een heel goede manier van ook brands te promoten en zo. Je brengt gewoon een aantal mensen samen met heel leuke interesses, met leuke vernieuwende zaken. En het is wel iets voor de Vlaming wat nog ontdekt dient te worden. Ja, dat is plezant, hè? Dat is een keer iets anders. Het is leuk om op zo'n manier met merken dat je soms nog niet kent in contact te komen. Ik vind dat we hier in België wel een beetje meer glamour kunnen gebruiken, dus het is alleen maar leuk natuurlijk nu.